Een legendarische voetbalchallenge, dat zeg ik nu al. Niet omdat Eyoub het monster er is, misschien wel omdat Nizar en Zinedine er zijn, de gebroeders Eyoub Monster, Wargi de achternaam. Maar vooral omdat deze legendarische FC Straatkeeper er is. Je hebt al gezien wat voor reddingen hij maakt. Stil, 10 seconden. Giet. Oh! Wow! Ik weet nu al dat Eyoub bang van hem is. Ja, ik ben bang voor hem. Waarom ben je bang van hem? Omdat jij dat zegt, ben ik bang voor hem. Alleen dat jij het zegt. Ik weet nu al dat Eyoub bang van hem is. Hij doet het sarcastisch. Dylan, ik denk dat je een beetje indruk op deze man hebt gemaakt. Wat denk je? Ja, maar echt. We gaan het zien. Ik weet nu al dat Eyoub bang van hem is. Oh, hij spuugt altijd in zijn handschoenen. Het is water. Water. Geen spuug. Dan heb jij nu ook spuug. Even serieus, elke keeper die nu aan het kijken is. Ik ken geen enkele keeper die nog nooit in zijn handschoenen heeft gespuugd. Jij zegt, je hebt daar niet in gespuugd. Oké. Een paar keer, maar niet. Ik meestal gewoon water. En net? Net gewoon water, man. Ja, hij heeft gewoon spuug op jouw handen. 2 seconds later. Oh! Hey, die was eigenlijk hard. Oké, we gaan verschillende challenges doen. De verliezer krijgt billenbrand. Nizar, ben je het er mee eens? Jij bent wel de jongste van allemaal, hè? Ja, ik ben er mee eens. Wil je nog wat zeggen? Want volgens mij zijn jullie aan het slapen. Ik weet niet. Good game. Let's play. Oké. Okay. Wat vind je nou van het gedrag van jou, van Eyoub het monster? Even serieus. Dat is een 15-jarige. Dat is een kleine jongen. Boys, ik wil niet dat hij wint. Ga weg. Wat doe je achter de camera? Mee te luisteren. Hij zit mee te luisteren. Vorige video hebben wij verloren. Nee. Vandaag niks meer voor jullie alle drie hoor. Nu moeten we winnen van hem. En Dylan is sowieso al tegen Eyoub, dus dat komt sowieso goed. Wij gaan deze winnen. Of hij of ik, maar ik denk ik. Vind je Dylan een goede keeper? Dylan is een goede keeper. Goed. Not a goalkeeper for the bench. We beginnen heel simpel, gewoon met penalties. Ze mogen allemaal 1 penalty nemen. We hebben ook publiek, we gaan ze even hypen. Zijn jullie ready of not? Vraag of Nizar en Zinedine wat harder kunnen praten. Kun je wat harder praten, Oele? Ja, kan. Oh ja? Kan. Ja? En jij? Ja, ik ook. Oh, hij is ready. Kom, penalties. Wie gaat als eerst? Eyoub. Noem je hem nou kakkerlak? Ja, toch? Kakkerlak, toch? Kom je mij intimideren of? Ik vind dat wel leuk als keepers dat doen. Kom maar. Dylan. Hij speelt mentale spelletjes. Dylan weet dat hij Tim Krul binnen. Wacht, ik schiet hem niet. Schiet hem in die hoek, hij wat hem in die hoek hebben, moet je hem ook hebben, vriend. Kom maar. Penalty hoor je gewoon te scoren. Ik zie Dan, wie zie jij? Hoe heet die strand in Scheveningen? Hij zegt, hoe heet die strand in Scheveningen? Hoe heet die strand in Den Haag? Scheveningen! En net voor de opnames, wat zei hij? Hij zegt, kan ik straks de drone rijden? Hij zegt ook niet de drone bevliegen, hij zegt de drone besturen. Maar maakt niet uit, not a player for the bench. Hoe die emotionele tjoegen? Hoe heet die strand in Scheveningen? In deze samenstelling ben ik altijd niet voor Eyoub. Hey, eerste ronde telt niet, vind ik. Hij had al penalties genomen toen de camera uitstond, dat is niet eerlijk. Voor de opnames zat hij penalties te nemen. Mag ik die serieus of niet? Eerlijk zijn niet. Je nam ze wel, toch? Ja. Dus jij hebt al geoefend? Nee, zij niet. Gun je een nieuwe ronde? Nee, gun ik niet. Ze hebben gewoon gemist, punt uit. Hij is hard, man. Ze hebben gewoon gemist, toch? I will chip over the goalkeeper, make him follow the ball in slow motion. Waarom heb je nog nooit mijn celebration gehoord? Vind ik wel jammer, hè? Lekker die. Pap, omhoog. Dan teken je de Z. En dan doe je bam, de T. Weet je dat? De TZ. Oh, dat is wat hij tegen mij zei, anders had ik hem niet gedaan. Als jij deze celebration doet in het echt tijdens de wedstrijd, stuur een filmpje en ik ga hem reposten. Ik ook. Zinedine scoort zijn eerste goal en ik ben happy. Happy, my friend. Hij gaat hem nu missen. De W? Omdat we gaan winnen. Lekker. Hij maakt er wel een sfeertje van. Eerlijk zin. Eyoub heeft 3 keer gescoord, Zinedine 2 keer en Nizar kan nu zijn 2e gaan maken.
Nee, dus dan ga ik met rust laten misschien. Yes! Yes! Geef die boys alleen hoop, kom op man. Zinedine kan gelijk komen. Hij is geen publiekslieveling, maar hij doet het wel. Onder pressure wil ik zeggen. Under pressure. Onder druk. Ja! Iedereen mag winnen behalve zin. Hey, maar wacht even, iedereen heeft 3 nu, hè? Dus allemaal nog 1 keer. Het waren 5 penalties die we gingen nemen trouwens. 5. Ik dacht 3, maar het zijn er 5. Ja. Ik zeg jullie gewoon link, roep maar, gaat het doen. Ik geniet er stiekem van, maar ik wil dit niet, snap je? Boy, boe, boe! Ik heb nooit een voetballer gezien die tegen het publiek zegt, zeg boe. Die redding van Dylan ook. Geen grappen, hè? Topkeeper. De penalty is moeilijk om tegen te houden, dat weten we. Leer die man! Oh, wat doet hij? Souvien is oud, maar niet fit. Maar check onze outfit. Bestellen via FC Straat en tegenwoordig ook via bol.com. Bol.com. Hey, maak gewoon reclame voor mij, bro. Dat is liefde, man. Tuurlijk. En toch wil ik dat je verliest. Bruh. Als Nizar verliest, dan pak ik Billy voor hem. Nu hoop ik echt dat je verliest. Hoe kom ik op peun aan, man? Ik ga op jou peun aan, man. En zo naar Rendel. Hij was boos op mijn koel. Ik ga op jou peun aan, man. Als ik last niet lach, dan ga je niet lachen. Je doet niet zo nonchalant. Op jou peun aan, man. Oké, we gaan naar het volgende onderdeel. Dat is eigenlijk een quiz. Zometeen moet je zoveel mogelijk spelers opnoemen. Ik zeg zometeen welke spelers. Je krijgt 30 seconden de tijd en degene die de meeste spelers benoemt, krijgt een punt extra. Are you ready? Wat doe je duimpje omhoog? Oh ja, abonneer, anders ben je... Abonneer, en dan wel zo'n Duimpje omhoog. Noem zoveel mogelijk Nederlandse spelers die in de Premier League hebben gespeeld of nu in de Premier League spelen. 3, 2, 1, go. Hi, Van Dijk, Robin van Persie, Wijnaldum, ik loop nu alvast Gakpo, Van der Sar, ik loop nu op Bergkamp, ik loop gewoon vast. Ik geniet hiervan. Hij heeft er maar 6. En het is tijd. Ja, dat zijn de 6. Zal ik je paar opnoemen? Dan word je echt boos. Gewoon, denk aan United. Ga je weg, Horst. Nizar, are you ready? Ja. Van Dijk, Van de Beek, Memphis Depay, Tim Krul, Malasia, Weghorst, Ake. Op de tijd. 3, 2, 1, go. Botman, Van Persie, Virgil van Dijk, Nathan Ake. TT. Bergkamp. TT. Ja, ken ik TT? Ja, TT. We zullen lachen. Maar kijk. Ga door. Wie nog meer? Zie je? Nou, nee, is Marokkaans. Danjuma heeft. Nee, is dat Premier League of? Hij heeft ook. Oh, waarom praat je? Hoeveel heeft hij? Ook 7. Ik denk dat jullie allebei een punt krijgen en jij 0. Hij maakt zeg maar van Kante en Tete maakt hij 1 speler. Nee, ik zei Tete. Ik zei... Wat is Tete, bro? Ga je thee drinken of zo? Dubbele theetje alsjeblieft. Oké, hoeveel punten heb jij? 4 punten voor Zinedine, 5 punten voor Nizar en 4 voor Eyoub het Nosser. Wat, je gaat weg ofzo? Wat is met jou? Hij kan niks tegenhouden, hij wil weggaan. Hey, penalties, hè? Dylan is mijn guy, weet je? Die kent zo naar Casey ook. En naar Marley. En naar Marwan. Oké, nice man. Dit is gewoon liefde, man. Wie gaat als eerste? Wie durft? Ja, 3 pogingen. 3 pogingen, je mag kiezen. Moet je vanaf daar een voor die geven of vanaf daar? Voorzet. Iets dichterbij, man. Nee, is goed. Is... Als je kiest voor een poging, dan telt hij, hè?
staat met Ejoep nog bovenaan. 5 punten. Laat. Ja, dat is jammer, Jij zit op TikTok, toch? Wie? Jij? Vroeg. Wat is jouw TikTok? A.org.laagstreepje. Oké, okay. Ja, het komt ook gewoon in beeld. Dus volg my deze man. My guy. Volg deze man. My guy. Ja. Yes. Volg mij ook trouwens. Hoe heet die strand in Scheveningen? Hoe heet de ene provincie ook weer in Nederland? Overijssel, ja. Die bal is waarschijnlijk weg. Mooi, we gaan verder. Let's go. Doe die pas. Ik weet niet wat je schoenen nog aandoet. Jij loopt naast je schoenen, jij. Ja, 3 assists tegen Ajax en ik denk je van die kan alles. Broer, die bal was goed. Doe normaal, man. Kijk, als je vandaag broer doet, zegt, weet ik niet of je mij bedoelt of Zinedine. Mooi. Ik hou van Nizar, echt waar. Ik hou van Nizar. Hey, niet op... Iedereen houdt van Nizar. Deze had ik moeten scoren, ik zeg jullie eerlijk. Wat heb ik tegen jou gezegd? Maar ik raak hem hier. Je doet no look volley. Ja. Dan ben je serieus? No look volley. Hoe zijn jullie dingen? Hij een mooi jij. Hij kijkt toch te veel YouTube. Hey boys, hij moet die gewoon schieten toch? Hey Joep is geen monster meer. Hij moet gewoon schieten. Hey Joep is een beetje chicken geworden. Hij is bang. Als ik zeg hey Joep, zeggen jullie chicken. Hey Joep. Chicken. Hey Joep. Chicken. Deze gaat over sowieso. Hey Joep verandert in een player voor de bench. Meer zeg ik niet. Wat een bal. Maar hey. Alles voor niet. Nu moeten ze eigenlijk Ejoep afstraffen, snap je? Hij kon gewoon op voorsprong, nog verder voorsprong komen, maar goed. Hij doet het ook niet expres. No photos, no photos, no pictures. Play the ball. Iemand die achter staat. Kan niet. Die was lijp, man. Hij is naar de play voor de bench. Ik blijf het zeggen. Soms wel, maar nu. Wat voor volley? Volley is gewoon, ik bedoel gewoon, ja. Nee. Ja, ik kan je niet redden, man. Ja, dat is een volley, dat wist ik niet. Je doet het met je hoofd, bro. Ah, jongen. Die eierhoofd kan ik ook mooie goal, eerlijk. Ja, dat vind ik wel benieuwd. Ik vind wel dat hij opnieuw, man. Dankjewel, wacht, dankjewel. Let's go. Nu is het klaar! Nu is het klaar! Hij ging er wel weer in. Geef jij die tweede kans, gaat hij weer koppen. Mooie koppen. Ja, hij was te laag voor mijn voet. Dit is de challenge, let op. Zometeen schiet je deze bal zo hoog mogelijk de lucht in. En daarna moet je onder die bal heen en weer gaan. En dat gaan we tellen. Sofie, ga nu het dat... voorbeeld geven. Ik ga nu, dat zei ik net al. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga het voorbeeld geven, dit is wat je moet doen. Zo. Moet je er even duiken. 2. 3. Ja, 3 maar, hè. Een springende spreekhaan zonder olie. Ja, dat is waar. Zinnepig, wat doe je allemaal, ja? Wat doe je? Laat zien, Zinnepig, jij kan dit. Zinnepig, kom op. Goed. Lastig. 4, hè. Hoeveel punten heb ik nu? 8. Dylan mag ook 1 keer. Als hij het vaakst doet, mag hij kiezen naar wie de punt gaat. Nee. Hoe doe je dit? Weet niet. Ja. Nee. Het is heel klaar. Als hij het meest heeft, mag hij kiezen naar wie de punt gaat, hè? Die wat ik gezegd van tevoren. Juist. Nee, juist. Kom maar, deze.
6, Nizo 6, jij hebt er 4. Ja. Jij bent gewoon onze keeper vandaag. Hè? Dus, echt love naar hem, goede keeper man. Ajax, PSV, Feyenoord, waar zijn jullie? Hij is hier. We gaan nu naar een wat serieuzere challenge. Schieten vanaf de 16 meter. Nizar mag vanaf de 16 meter. De andere broers die moeten van ietsje verder, 4 meter. Maar 3 pogingen, let's go. Oké, Nizar, jij mag vanaf de 16 meter. Hè? Hey, grote man! Nizar, van mij mag je vanaf de 16, hè? Anders ga ik hem overschieten. Let's go, 3 pogingen. Dat is niet verkeerd, jongen. Zullen we wel winnen, eerste of tweede? Is dat 20 meter? Ik wil niet bemoeien, maar is dat 20 meter? Mama, maar ja, we kunnen altijd verder nemen. Eerste paal of tweede paal? Derde paal. Zijn schot is echt fraude, man. Ik zeg eerlijk. Hij is echt... Als je vroeger PES speelde, hij heeft dat schot van Adriano of Zlatan Ibrahimovic in PES. Weet je? Prachtige redding. Ja, krijg die bal. Eerst een tweede. Godverdamme, wat een slot. Helemaal niet. Pak op, boys. Wacht. Jij gaat nu groot praten. Ja. Jij hebt net Panenka gehad. Hij heeft gelijk. Hij wil gewoon getest worden. Ja. Jullie testen hem niet. Hij is warm. Nee, ik wou links onder. Mooie redding weer hoor. Hij zou volgens mij naast gaan, maar toch een mooie redding. Zien het in Zidanos. Zijn schot is achteruit gegaan. Hij moet weer meer gaan voetballen, vind ik. Hij voetbalt niet meer, hè? Hij gaat volgens mij dit jaar weer op voetbal. Oké, nou, dat wordt tijd. Sofia gaat matchday bij hem doen. We gaan zien. Je bent een beetje achteruit gegaan, hè? Nee, zeker niet. De druk moet eigenlijk hoger zijn, dat vind ik beter. Ik snap het. Hé, hey, Nizar! Ik ga er vanaf daar nemen, dus vandaar. Yeah! Ja! Hey, kijk wat voor neppe juich hij doet. Wat is dat? Hij zegt een neppe verliezer. Ik zeg al, iedereen mag winnen, behalve Nizar. Wat? Je zegt behalve Nizar? Behalve Nizar, sorry. Luister, hier staat een hele rij aan ballen. Kijk maar. Elke bal die je scoort telt als een punt. Onthoud dat, hè. Wie gaat er als eerste beginnen? Nizar heeft het meeste punt. Belangrijkste is, je moet in één keer door. Als je stopt, dan moet je ook stoppen. Oké, let's go. Dat betekent dat hij 12 punten in totaal heeft. Hij had de 7, hij heeft er nu 5 gescoord. Ja? Ja, ja! Ja, dat is Tiki kan niet, snel kom maar. We krijgen nog één kans om alles recht te zetten. Deze is 5 punten waard. Ze noemden mij triest in die vorige video. Dit is het meest trieste. Ze zei de laatste challenge. Wie deze, die win. Ik heb nu alles gescoord, ik win. Nog een challenge. Hij mag veel blabla doen, maar zoals je altijd moet leren, niet praten tegen de scheidsrechter. Dat gaat je alleen maar tegenwerken. We gaan nu, deze telt niet voor 5, maar voor 10 punten. Jelle, de lat raken. Als je hem raakt, krijg je 10 punten. Eyoub mag als eerste beginnen. Als hij hem raakt, heeft hij het gelijk de game uitgespeeld. Ik hoop dat hij mist. Lekker. Tuurlijk niet! Oh, Nizar, ik hoop dat jij niet. Ai. En dan degene die als laatste staat. Hij kan het nog goed maken. Als Dylan hem raakt, mag hij kiezen wie de winnaar is. Oké, wie heeft de laagste punten? Hij heeft net hoeveel gescoord? 6. Ik heb 4, hè? 10. Ik heb 10. Ja, en ik heb 12. Ja. Shit. Waarom wil jij dat hij... Jij zou dan 6 staan. Oh ja, dat was het. Als Nizar verliest,
Dan pak ik Billy voor hem. Nu hoop ik echt dat je verliest. Ik had toch Eyup daar willen zien staan, maar helaas, ooit gaat het gebeuren. Eerst gewonnen City Challenge met bike. Deze win ik weer. Het is gewoon klaar. Die win omdat je zou winnen. Ik zie gewoon een L, man, bij jou nu. Hoe vaak ik ze van hem heb gekregen? Weet je hoe vaak? Deze was persoonlijk. Als ze met de matties gingen voetballen, weet je hoe vaak ik moest staan? Zinni doet wel alsof er geen pijn doet. Hij doet daar. Verschrikkelijk. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. Klik daar voor de... Nee, je hoeft nergens te klikken. Like deze video. Neem wifi van je buurman of buurvrouw. En de hotspot van je mattie. Ja, dat is wel waar. Ja, kom je hier zo voor? Hey, dat is een parkie deze man. Dat is vervelend, jongen. We hebben twee keer gewonnen. Treintje, tjoek tjoek. Twee keer gewonnen.